Ik vind het gruwelijk jammer, zo'n lekkere lunchroom, helemaal perfect, dat die nou gaan slappen. Omroep Dommelland Nieuwsflits. Ingrid, het gaat toch gebeuren. Jullie gaan dicht. Bij Dinges gaat dicht. Ja, dat klopt. Ja. Ja, volgende week zondag is de laatste dag dat we open zijn. Dat is de 28? 28 juli, ja. Ja. Ja, ja, dat is eigenlijk niet leuk. Ik bedoel, ja, ik zie je lachen, maar... Ja, maar dat hoort bij mij. Hè. Een glimlach, die hoort erbij. Maar goed, ja, dat wil niet zeggen dat het niet zeer doet. En ja, dat is. En kan er niks, ik kan het niet mooier maken dan het is. Nee, want het was al best wel lang bekend. Dus ik dacht, ik kom hier eigenlijk langs en wel eens een keer een soepje halen en een hapje. En dan denk ik, nou, het gaat gewoon door. Ja, nou ja, goed, ik heb vanaf het begin af aan gezegd, ik ga door totdat ik iemand heb die het stokje overneemt. En ja, die is vorige maand of anderhalve maand geleden gevonden, weliswaar een ander concept. Dus ja, tot die tijd zijn wij doorgegaan. Dus ik heb mijn belofte gehouden wat dat betreft. Kun je iets vertellen wat erin komt? Weet je er iets van? Ja, twee jonge jongens die het gaan doen. Een ander concept, een mediterraan concept. Pizza, pasta, grill, dat. Ja, nou. Als je nou terugkijkt op die 6 jaar, hoe kijk je terug? Trots. Vooral met trots. Veel tegenslagen overwonnen. Zoals? Dat is bij iedereen wel bekend, denk ik. Ik begon hier met de markt op de schop, 4 maanden lang. Dat was mijn opening, dat was de start. Goed en wel een jaar bezig. 2 jaar corona erachteraan. Energieprijzen omhoog. Inflatie van hier tot Tokio. Personeelstekort. Noem het maar op. En toch sta ik hier nog. Dus daar ben ik trots op. Ja, ik denk dat ik bijna heel Boksel, gemeente Boksel en omstreek en toeristen kan zeggen. Toch eeuwig zonde. Ja, maar ja. Ja. Niks aan te doen. Het leven geeft niet alleen maar cadeautjes. Nee, dat klopt. De toekomst. Ik zie jou, ik denk, nou Ingrid, die gaat echt niet bij de pakken neerzitten. Nee, dat is ook niet echt aan mij besteed. Maar toch ga ik de eerste komende maanden eens eventjes rustig aan. Even laten bezinken wat ik allemaal heb meegemaakt. En nog eens heel trots terugkijken op wat ik allemaal heb neergezet. En de goede herinneringen overdenken. En dan kijken we verder. U zit lekker aan een biertje hier bij Dinges, maar het zou zomaar de laatste kunnen zijn. Ja, maar het duurt een paar dagen, hè? Ja, dat wel. Ja, ja, ja. En dan gaan we gewoon met haar thuis drinken, hè? Ja? Ja, dan neemt ze altijd van haar bier neemt ze mee naar huis. Oh, maar wat vindt u er nou van? Dat is stopt. Ik vind het gruwelijk jammer, zo'n lekkere lunchroom. Helemaal perfect dat die nou gaan slappen. Daar vind ik eigenlijk echt moeite mee. Dat vind ik echt jammer. Ja? Ja, dat vind ik echt jammer. Het is altijd goed, altijd lekker eten, betaalbaar. Ja, ik vind het gewoon jammer. Hetgeen wat je hier kijkt is gewoon echt heel goed en zeker betaalbaar. En ik kom hier heel graag. En ik vind het heel jammer, echt heel jammer dat het moet stoppen. En met name de redenen waarom. Ik zou best ooit nog wel eens... Ja, ooit wel eens over gedacht? Ach, als een mens niks meer te wensen heeft, dan wat moet je dan nog? Maar daar kan ik op dit moment echt nog helemaal geen zinnig antwoord over zeggen. Maar goed, als er iemand een leuk idee heeft, ik bedoel, kom erop. Ja, ik denk dat we jou nog wel terug gaan zien. Oké, okay, nou, ja. Nou, namens iedereen hartstikke bedankt en heel veel succes. Heel graag gedaan, dankjewel.